Yo mensen, Jarrask hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live complete hier in mijn kanaal Ras Gaming. Ik dacht van weet je, vandaag is het wel weer zo'n dag om gewoon eventjes normaal te spelen zonder een bepaalde serie eraan te verbinden. En gewoon eventjes lekker de KSG te pakken met de longbow en de quickjaw. Met daarbij hardline, flex, jacket, scavenger, dexterity en extreme conditioning. En we gaan gewoon kijken of wij een lekkere score kunnen gaan neerzetten. Gewoon eventjes het oude vertrouwde live filmpje weer terug. Zonder een challenge, zonder een serie. Gewoon eventjes lekker spelen. Dus het punt zoals iedereen hopelijk wel weet ondertussen. Dat de KSG natuurlijk een shotgun is. Die zo goed als across the map kan schieten. Dus ik ga kijken. Kut. Wat ik hiermee kan doen. Er zit er hier nog één boven. En dan gaan we gewoon kijken of wij de orbital en alle shit erbij kunnen halen. Want dat zou helemaal episch zijn. Ik hoef volgens mij nog één kill. Nee, nu nog één kill. Nog één kill voor de stealth chopper. Dus die wil ik even halen. Dus ik weet niet of ze hier naar binnen komen. Als ze naar binnen komen, zijn ze in één keer dood. Ze lopen er in ieder geval wel allemaal. Dankjewel. Daar is mijn orbital ook meteen. Nice. Woo! Kill hem! Oké, ze lopen met z'n drieën boven, man. Komt er eentje naar binnen. Let's go. Loopt er hier nog eentje aan de zijkant. Let's go. Komt er hier weer eentje naar binnen. Oh nee, oh, ik schoot mis. Shit man. Nou, we stonden alweer 8-0 man. Zo hoort het te gaan. Hier meteen al die shit inroepen natuurlijk. En hallo, je schiet tegen het plafond aan, vriend. Daar heb je niet zoveel aan, hè. Nou ja, misschien wel. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet wat hij tegen het plafond wil doen. Maar ja, misschien is het tegenaan schieten wel handig. Ik weet het niet. Ik weet niet wat het plafond hem heeft aangedaan. Dus je weet het natuurlijk maar nooit. Zit er eentje hierboven te campen. Kijk maar op die orbital vies zit. Dus ik blijf hier even de vlag cappen. Volgens mij is hij naar beneden gekomen. Ja hoor, lekker. Let's go. Ik heb de kill. Oké, mijn orbital vies zit is voorbij. En oeh, ze spannen allemaal bij de C-vlag. Holy shit. Let's go. Collateral. Nice. Woo. Collateral met de KSG, man. Lekker. Oh, hitmarker. Lekker stealth choppertje. Lekker. Dat is een race quit ook alweer. Want dat is een paar race quit alweer. En ik heb alweer een nieuwe stealth chopper. Escudron maakt de kill lekker bezig. C-vlag wordt wel gepakt. Dus moet ik even proberen te verdedigen, want dan heb ik weer een nieuwe orbital V-set. Let's go, jongens. Ik heb al mijn streaks weer opnieuw. Oké, roep die shit weer in, dan gaan we weer knallen. Die gaat lekker hoor, jongens, met die KSG. Holy shit. Oh, kut. Oh, dan was ik eigenlijk bijna dood geweest. Eigenlijk had ik daar ook dood moeten zijn, maar die vent die was aan het reloaden, waardoor hij me dus niet kon killen. Dus dankjewel voor de reload van die vent. Hoppatee. Hoppatee. Oh, er zit er eentje beneden. Oh, daar kwam die. Shit. Shit. Ik wist niet dat hij op me af zou rennen, man. Maar 21 op 2, man. Dit gaat echt. 21 op 3. Kutjes, kutspan. Dit gaat echt heel erg lekker, gewoon. Oké, roep die nieuwe streaks weer in. We gaan gewoon opnieuw. Hoppatee. Zelf chopper kan als het goed is ook weer de map in, want hij vliegt net weg. Kom op. Ja, lekker. Oké, we kunnen weer. En meteen weer die spawn in rennen. Je ziet nu dat de enemies gaan campen. En dan. De reden waarom ze gaan campen is natuurlijk omdat ik al die streaks in de lucht heb hangen. En ja, als ik de enemy zou zijn, dan was ik ook gaan campen. Want ja, je kan nu natuurlijk niks meer doen. Als je naar buiten rent, dan ga je in één keer dood en die klote streaks in de lucht hangen. Dus het is ook best wel logisch natuurlijk. En waar de fuck ben jij allemaal heen gerend, man? Het is ook best wel logisch natuurlijk dat. Oh, hier loopt hij. Ik heb je er helemaal op achtervolgd, vriend. Het is ook best wel logisch natuurlijk dat ze nu willen gaan campen. Want ja, er zitten allemaal streaks in de lucht. Dus ik neem het ze ook niet kwalijk. Hitmarker! Ah, oh, kut man! Dat was één mooie hitmarker, maar ja, wel een kut hitmarker. Het was een mooie kut hitmarker, als je hem snapt. Ah, oh, dankjewel teammate, nice. Lekker teammate, komt er hierheen. Lekker! Ik moet hier weg man, ze weten waar ik zit. Dat bedoel ik. Mijn teammate kon hem ook niet pakken, want die is volgens mij ook doodgaan op dezelfde plek als ik doodging. 27 om 5, kom op. Kom aan. Ik haat hitmarks, man. Maar ik heb hem. Lekker stealth choppertje. Ik weet niet via waar ze nu gaan komen. Dus ik blijf even aan deze zijkant staan. Even die vector pakken, hoor. Ik weet niet of ze ondergronds gaan of wat ze ook aan het doen zijn, die enemies. Fuck it, ik ga erin. Ik ga sowieso dood, want ze hebben net een UAV. Fuck it, ik ga weer terug. Ik ben bang. Oké, later. Oké, weg hier. Ze hebben een UAV, man. Uh-oh. Let's go. Ik blijf hier de hele heen en weer rennen, want ze hebben wel leuk een UAV. We zijn nu ook gecounterd, zoals je zelf ook wel ziet. Maar op zich, als ik hier gewoon lekker kan blijven rondrennen natuurlijk, dan komt het toch wel goed, man. Kill hem, jongens. Oh, shit, hé. Dan ging hier nog bijna dood ook, hè. Ik heb hem voor je, teammate. Ik heb hem voor je. We zijn gecounterd, man. Ik moet hier zo goed blijven opletten. Oh, let's go. Kom maar. Oh, let's go!
Kom aan, kom aan, kom aan. Eentje aan de zijkant met een A94. A94. Twee man. Oh, Colero. Let's fucking go, maat. Let's fucking go. Ik heb gewoon weer opnieuw mijn streaks. Maar deze eerste ronde zit er bijna op. Dus ik heb er nu natuurlijk niks meer aan. Want als ik nu inroep is het een beetje nutteloos. Maar woe, dat was even geluk daar, gek. Holy shit. En niet meer doodgaan. Ik wil niet meer doodgaan. 2, 1. Dankjewel, teammate. En klaar. Woe. 40-5 is ronde nummer 1. Dit gaat heerlijk, jongens. 40-5. Ik heb gewoon 4255 punten. 3 captures. Nou ja, dat maakt natuurlijk niet uit, want we staan voor. We staan best wel hard voor ook, omdat we 2 vlaggen hebben. En nog eens 9 defense. En we hebben al 2 collateral's gehaald met KSG. En als je niet weet wat een collateral is, dan is dat je 1 kogel schiet. Hetzelfde met de sniper en dan natuurlijk 2 kills krijgt. Oké. Okay. 2. 1. Ronde nummer 2. Ik heb mijn orbital nog, dus ik kan in 1 keer... Ik pak gewoon deze vlag voor de gein. Ik kan in 1 keer doorrennen. En dan in 1 keer proberen die enemies natuurlijk te killen. Dus ren door, ren door, ren door, ren door, ren door. Niet doodgaan, hier gaan liggen. Even wachten voordat ik mijn streaks kan inroepen. 2, 1 en nu. Doorrennen, 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 doorrennen. Boom, capture kill. Even wachten. Even wachten. Ik word gehit, jongens. Ik word gehit, jongens. Ah, oh, ik dacht dat ik goed stond. Ik dacht dat ik goed stond. En nu zijn we gecounter-reviewd. Lekker is dat. Dan gaat mijn orbital vriezen. Nou ja, fuck it. Dan mag geen orbital. Oh oh, oh, hij is al dood, joh. Dank je. Oh, 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 kutcamper. Ah, oh, vieze kutcamper. Jij bent ook degene met die counter review. Zo, kut als hij daar gaat liggen. Maar hij gaat er nu aan. Ik weet waar hij ligt. Ik weet waar hij ligt, dus nu kan ik hem gewoon pakken, man. Lekker teammates voor het pakken van de B-vlag. Nee, gedaan. Lekker teammate. Mooi assist. Lightning. Godverdomme. Dat is die... Nee, dit is niet die camper. Wie is die camper? Die camper staat 13 op 4... Je bent echt camper. Wie staat 13 op 24? Ik zeg niks. Ik zeg helemaal niks. Ze hebben wel allemaal streaks nu uit de lucht geknald, man. Dus daar ben ik niet zo blij mee. Fuck jou. Fuck jou, kut camper. Oh, die kan ik niet hitten. Zo ver kan de KSG nou net niet schieten. Hij kan ver schieten. Hallo, vriend. Maar zover dat... helaas nog niet. Wajo, 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 wajo. Ah, hij schoot gewoon door, man. Hij wist dat ik terug zou komen. Ah, oh, dat is kut, jongen. Als iemand door blijft spreken terwijl hij je niet meer ziet. Kom aan, kom aan, kom aan. We kunnen makkelijk even die 60 kills droppen hier, hoor. Ik weet niet hoeveel ik er nu heb, maar... Ja, hij keek de verkeerde kant op. 60 kills moet lukken. We hebben er 53. 53 om 10. Hey, kom aan. Doorrennen, 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 doorrennen. Ze staan hier al. Ik zei het, ze staan hier al ergens. Teammate, alsjeblieft, pak hem dan. Ja, dankjewel. Ik wist dat ze er ergens stonden, man. Ik zat al te kijken. Maar ja, ik ben de enige die nu orbitals haalt. Althans, ik heb er natuurlijk nog niet zoveel gehaald. Maar ik heb er nu 2 gehaald, volgens mij. Alleen, het probleem is, niemand haalt een UAV. En zonder de UAV weet je dus niet waar die enemy staat op dat moment. En ik weet wel dat hij... Ik weet wel, kijk, ik weet wel dat hij daar ergens staat. Maar ik weet niet of hij aan het headglitch is. Ik weet niet of hij nog ergens bij de B-vlog staat. Ik weet niet of hij al in mijn span staat, et cetera, et cetera. En daarbij heb je echt UAV's nodig. En nu worden we spanneukt. 1 omdat we een counter review op onze kop hebben. En 2 omdat we dus niks meer kunnen zien op onze minimap. Ren door, jongens, want ik op de leiding. Dus dit is heel, heel erg kut dat ik eigenlijk de enige ben met support streaks. Waarbij ik mijn team mee kan helpen, want we kunnen nu niks meer. Niemand knalt ook iets uit de lucht. Dat doet bijna niemand, maar als ze het doen is het fucking chill. Dus dit is heel erg kut wat hier gebeurt. Want we gaan nu echt gewoon eigenlijk eraan als het ware. En dankjewel, teammate. Kijk, die vent die haalt zo meteen sowieso een swarm of zijn orbital. Omdat hij gewoon in onze span staat. En niemand weet ook precies waar die staat. Omdat hij steeds meer van plaats verandert. Dus het is heel mooi om dat te zien gebeuren eigenlijk. Het is niet mooi dat je dan vaker doodgaat. Maar het is wel mooi om dat gewoon te zien. Dat zo in één keer... En dat mis ik helemaal. Om zo in één keer de rollen zien worden omgedraaid. Omdat niemand een UAV haalt nu in mijn team. En ik zelf ook geen orbital meer haal. En ik ook nog eens misschiet. Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. Ja, ik schiet zoveel mis opeens, man. Kut! We hebben wel het potje gewonnen. Dus van mij mag het potje wel af zijn gelopen, jongens. Want we kunnen toch niks meer zien. Ah, ik had 2 hitmarkers, man. Losing B. Nou ja, dan kunnen we... Oh nee, niet. Die is al dood. Goed zo, jongens. Ah, met z'n hoeveel? 4. Ze schoten met z'n 4 op me, man. Maar we hebben wel de 60 kills gehad. En je zag het. Eerste ronde, ik haalde 2 orbitals, volgens mij. Eerste ronde, ik had... Of tweede ronde, ik had wel 1 orbital. Alleen die werd gecounterd. Dus had ik er natuurlijk niks meer aan. En daarna heeft niemand meer iets gehaald. En je ziet dan dat mijn
meteen de rollen worden omgedraaid. Zij halen counter UAV's, zij halen wel UAV's. En meteen kunnen zij wel onze spannen trekken. En kunnen wij er gewoon niet meer uit. Dom van de enemies is... Dom van de enemies is dat ze natuurlijk niet de B-vlag hadden gepakt. Maar ja, dat is hun eigen schuld. Maar je ziet gewoon dat dus een UAV, een orbital, een counter UAV... zo hard een match kan veranderen. En ja, het is gewoon handig om aan te hebben. Ik heb altijd iets aanstaan qua UAV, counter UAV, orbital of EMP systeem. Eén van de vier. Altijd. Op andere Call of Duty's altijd UAV aan. Behalve op Modern Warfare 3, want dan gebruik ik natuurlijk specialist bonus. Maar op Modern Warfare 2 heb ik bijna altijd gewoon de UAV aan staan. Omdat het zo belangrijk is om iets te kunnen zien op de minimap. Je moet hem natuurlijk niet altijd vertrouwen, maar... ik zei het vroeger in mijn films toen ik nog tips en trips gaf. 40% van de kills die je pakt, haal je van je minimap af. Als je een UAV hebt. Als je een UAV hebt is het waarschijnlijk nog hoger. Dat is misschien 60-70% dat je op je minimap kijkt en daarvan de kills afpakt. Maar zonder een UAV pak je ook al heel veel kills gewoon van die minimap af. Je weet waar ze zitten, je weet waar ze naartoe lopen, je weet waar ze schieten. Je weet of ze boven of onder je zitten bij de nieuwere Call of Duty. En het is zo fucking belangrijk om gewoon een UAV, counter UAV, orbital of EMP systeem aan te hebben staan op Black Ops 2. Alleen heel veel mensen die hebben het gewoon niet meer aanstaan. Of die halen het niet, dus dat is heel erg kut. Maar... ik hoop dat jullie hebben genoten van dit filmpje. Als je hebt genoten, geef het natuurlijk alsjeblieft een like. Mocht helpen mij enorm. Het was weer een lekker oud vertrouwd live filmpje zonder een serie eraan te verbinden. Of zonder een challenge eraan te verbinden. Tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.